vandaag zijn we bij een kunstenaar die werkt met een totaal ander soort materiaal dan we tot nu toe hebben gezien. Deze kunstenaar maakt gebruik van vilt en zij is geïnspireerd door deze prachtige weilanden. Wij gaan even een kijkje nemen. We zijn in het atelier van Truus Huibrechts. Kan je vertellen wat je precies allemaal doet? Precies vind ik best wel lastig, maar ik maak vilt. Ik ben kunstenaar en ik geef workshops en lessen en zelfs een 2-jarige opleiding hier in het pand. Dus dat is een beetje wat ik hier in het atelier doe. Ja, en je had het over vilt. Wat doe je precies met het vilt? Met het vilt maak ik wandpanelen of ook wel eens driedimensionale projecten, objecten moet ik zeggen. Ik werk met vilt omdat ik dat als materiaal heel fijn vind. En voor mij is juist de uitdaging om met dat hele zachte materiaal dan toch iets stoers of stevigs neer te zetten. Dus dat je niet meer het idee hebt van wol, vilt, het ouderwetse oudbollige imago. Maar ik probeer dat een beetje naar boven uit te tillen. Ja, iets vernieuwends dus. Dat zou heel fijn zijn, ja. Want hoe werkt dat precies met vilt? Is dat een extra lastige techniek? Of? Het is lastig in de zin van dat het een langdurig proces is. En dat je, als je begint, is het niet altijd helemaal duidelijk voor 100% hoe het eindresultaat eruit ziet. Dus je moet ook openstaan voor verrassingen. Want tijdens het viltproces gebeuren er dingen die komen doordat de wol gaat samenpakken. Of de stoffen die ik gebruik, die worden door de wol meegenomen. Dat die een bepaald effect hebben. En ik heb geleerd om te gaan houden van die verrassingen, gelukkig. Want anders denk je elke keer van, oh, dit had ik helemaal niet bedoeld en wat een teleurstelling. Maar heel vaak komen daar hele mooie dingen juist uit. Ik moet het natuurlijk wel kunnen gebruiken in wat ik van plan was. En meestal kan ik het dan wel de goede kant op buigen. Ja, want heb je bijvoorbeeld ook... Heb je hier een cursus voor gevolgd zelf? Of? Voor het vilten? Ik heb heel veel cursussen gevolgd. Toen ik als hobbyist begon, wat veel mensen denken van een hoedje of pantoffels vilten, dat soort dingen. Maar al heel snel vond ik daar niet zo ontzettend veel meer aan. En toen ben ik echt een meesteropleiding gaan volgen. Dus echt het vak, het ambacht geleerd in Duitsland, 2 jaar lang. En ik heb ook de kunstacademie gevolgd, omdat ik gewoon kunstzinnig ermee bezig wil zijn. Ja, want bij zo'n opleiding op een kunstacademie, is daar een speciale tak dan echt voor vilt? Nee. Maar het geluk was dat dit een part-time opleiding was. Ja. Waar alle disciplines welkom zijn. Dus er zat iemand die met metaal werkte, iemand die tekende, iemand die weefde. En onder andere ik dan met mijn vilt. Ja. En met je eigen materiaal kon je dan de opdrachten ingaan. Vilt is een heel speciaal materiaal. Zou je kunnen laten zien hoe je precies te werk gaat? Dat zou te veel tijd nemen, denk ik. Ja. Maar ik kan wel in grote lijnen zeggen hoe ik te werk ga. Ik gebruik wol van het schaap. En ik koop het meestal al schoon en gekamd in, zodat ik niet met schapenvacht aan de gang hoef. Doe ik ook wel, maar voor mijn kunstwerk eigenlijk niet heel veel. En dan heb je bijvoorbeeld deze wol was allemaal naturel kleurig, dus zeg maar witachtig, heel licht. En die heb ik dan eerst geverfd. En die verf ik, je kan ook geverfde wol kopen, maar ik verf het omdat je dan een beetje van dit en een beetje van dat kan doen. Hè? Dus zelf de kleur kan bepalen. Ja. En je kan veel meer kleurnuances erin krijgen. En dat vind ik heel erg interessant in mijn viltwerken uiteindelijk. Nou, en dan heb je strenge wol. En dat zijn eigenlijk allemaal hele losse vezeltjes, zoals je hier ziet. En eigenlijk maak ik een soort bergje op een tafel van die vezeltjes. Dus ik pluk er steeds plukjes uit. En die leg ik allemaal naast elkaar op een tafel. Verschillende lagen. Dus soms ligt er wel een heel dik pak.
En ik speel dan heel erg met kleuren. En ik gebruik ook heel veel in mijn werk stoffen. Dat zien we straks dan misschien wel. Die worden eigenlijk door de wol vastgepakt in het proces. Nou, en uiteindelijk wordt het dan een stevige lap. En dat zie je bijvoorbeeld hier. Dit waren dus die losse wolvezels. Ja. En dat is een hele stevige lap geworden. Dus eigenlijk maak ik mijn eigen stoffen. En ja, dat kost gewoon wat tijd en energie. Ja. En dat vind ik heerlijk om te doen. Ja, want dit is echt heel, heel stevig. Ja. Hoe krijg je dit zo? Het viltproces is eigenlijk door de wrijving van water, zeep en mijn handen. Ja. Gaan de wolvezels in elkaar haken en pakken ze elkaar vast. En steeds steviger. Ze gaan daardoor krijg je het eindresultaat is altijd kleiner dan op het begin. Dus je hebt een soort te maken met krimp. Ze pakken dus heel stevig in elkaar. Het kan nog veel harder worden, het vilt ook. Dan zijn ze nog steviger in elkaar gaan pakken. En dat is een onomkeerbaar proces. Je kan dit niet meer tot losse wolvezeltjes krijgen. Nee. En voordat je zoiets maakt, heb je dan een beeld in je hoofd wat je wil maken? Of? Niet altijd. Soms wil ik ook lekker intuïtief aan de gang. En dan kies ik maar wat aan kleuren en dergelijke. Wat voor het grijpen ligt. Ik heb vaak een mand met restjes en dan vind ik het lekker om zomaar wat te pakken. Dus ik begin heel vaak met de losse wol en dan wordt het lappen. En daar ga ik dan een kunstwerk mee maken. Ik vind mijn omgeving een hele fijne inspiratiebron. Ik heb ook een soort landschappen gemaakt. Die hangen daar in het gangetje. Ja. Als je hier, ik woon natuurlijk midden in de weilanden. En ik werk ook midden in de weilanden. En bijvoorbeeld zomers heb je van die prachtige zonsondergangen. Nou, daar kan ik echt ontzettend van genieten. En dat wil ik dan gebruiken voor een soort abstracte verbeelding daarvan. Dus ik ga niet de boompjes precies namaken. Maar vooral met kleurgebruik en hier en daar een silhouet van wat ik zie, beeld ik dat dan uit. Bij dit werk zie ik veel terugkomen van het landschap. Was dat ook de bedoeling van dit werk? Of? Ja, dat is zeker de bedoeling. Dit is echt een aantal werken met het landschap in mijn achterhoofd heb ik in de zomer gemaakt. Het gekke is dat ik in de zomer altijd met heel andere kleuren werk dan in de winter. En dit is echt zo'n zomerlandschap, wat ik om me heen zie. En wat ik dan probeer te verbeelden. Heel veel mensen zien er geen landschap in, maar dat maakt me ook niet zoveel uit wat iemand erin ziet. Nee. Maar dat was wel mijn uitgangspunt. Ja, ja. Ik zie hier hele verschillende structuren in. Gebruik je ook andere stoffen hiervoor? Of? Ik gebruik verschillende stofsoorten, ook in verschillende diktes. Ja. En doordat de wol gaat krimpen, wat ik net al vertelde, en de stof niet, en die wol die grijpt door de stof heen, en daardoor krijg je al die krinkeltjes in de stof. Ja, oké. Okay. Je houdt dus echt van die abstracte vormen erin. Ja. Waarom werk je daar graag mee? Ik hou er niet van als het een heel duidelijk beeld is. Daarom zei ik ook van iedereen mag erin zien wat hij zelf wil. Dat vind ik ook wel leuk om te horen, wat andere mensen dan in zien. En als ze aan mij vragen van, nu vraag je het en vertel ik het natuurlijk. Maar meestal als ze vragen van, wat bedoel je daar nou mee of zo, dan hou ik me een beetje op de vlakte, want het vind ik niet het belangrijkste. Ja. Tenzij ik het echt zo bedoel, er zijn natuurlijk ook wel eens werken waar ik echt een bedoeling mee heb. Maar zoals deze, kijk maar en geniet. Ja. Denk ik dan. Iedereen vrijlaten in wat die ziet. Ja. En, nou, mooi, ik zie hier nog meer werken hangen. Ja. Zullen we eens even gaan kijken? Deze is dan weer totaal anders. Ja, klopt. Wat is de gedachte achter dit werk? Ja, eigenlijk niet zo'n onderwerp als het landschap of
een bepaalde milieuproblematiek of zoiets. Maar dit was echt, ik wilde aan het werk met ritme en structuren. Dus eigenlijk puur een oefening daarin. En toen is dit ontstaan. Oké. Ja. Want je vindt het ook leuk om dit soort metalen dingen of erin te verwerken. Ja. Dat is dan een beetje een ander materiaal, zeg maar. Ja. En het grappige hiervan vind ik dan van het doet de aaibaarheid van het vilt een beetje teniet. Nou, een beetje, heel erg zelfs, want als je hem eraf wil halen, dan word je aan alle kanten geprikt. En ik vind dat, dat geeft voor mij een wat krachtiger beeld. Ja. Bij dit werk zie ik heel veel warme kleuren. Ja. Was dat een speciaal jaargetijde dat je dit hebt gemaakt, met gedachten van de herfst bijvoorbeeld? Of? Dat snap ik dat je dat, dat denkt, maar eigenlijk is deze ook in de zomer gemaakt, dus in dezelfde periode als de blauwe. Alleen, de inspiratie is duidelijk de zonsondergang. Je had in die zomer dat ik ze maakte heel veel van die ontzettend rode en oranje zonsondergangen. En dat moest ik gewoon verwerken in vilt. En hierbij heb ik een ontzettend sprankelende kleur oranje gemaakt. En in combinatie met de eigenschappen van de stof, want het is linnen, die geeft echt een glans aan het vilt. En daardoor wordt het nog sprankelender. Yeah. Ja, dus het verstevigt elkaar eigenlijk, de kleur en de materialen. Want bijvoorbeeld als je zoiets ziet buiten, zo'n zonsondergang, prent je dat in je hoofd of maak je van tevoren een schets? Of? Ja, ik ben niet heel erg goed in schetsen, maar ik doe dat wel een beetje. Ik maak ook foto's en ik kijk heel veel. Het is heel makkelijk hier natuurlijk om dat om je heen te zien. En dan maak ik een beetje een ruwe schets van hoe ik het gedacht heb. Dat doe ik wel, ja. En dan kijk ik in mijn stoffenvoorraad of ik kleuren heb die ik kan gebruiken. Of ik ga echt aan het verven. En mijn wolvoorraad natuurlijk. En dan, dan ontstaat dit. Ja, dus van tevoren heb je ook een idee in je hoofd van welke wol, welke stoffen je wilt gebruiken. Ja, ik kijk ook heel erg terug naar ander werk, hoe bepaalde combinaties gewerkt hebben. En die gebruik ik dan weer in nieuw werk. Okay. Dus bepaalde wolsoorten, de ene wol komt anders door de stof heen dan de andere wol. Dus daar maak ik echt gebruik van. En de verschillende stofsoorten. Dus Ja. Hier hangen nog twee werken met ook hele warme kleuren. Ja. Ja. Wat was het idee achter deze werken? Horen ze bij elkaar? Of? Ja. Ze zijn wel uit hetzelfde idee ontstaan. Ze horen niet per se bij elkaar, maar ze kunnen natuurlijk wel goed bij elkaar. Dit is eigenlijk ontstaan vanuit het project Kening van een Grijde, wat nu loopt voor de culturele hoofdstad. Ja. En waardoor ik ook aan het denken ben gezet van wat gebeurt er in het weiland. En waar nu dan mijn project ook uit voortgekomen is, waar ik dan verder mee ben gegaan. Hierin heb ik dan een bloedrood gebruikt. En dat heeft duidelijk dan met die grutto's en het maaien van grutto-kuikens en dat soort dingen te maken. Ja. Dus meestal vind ik dat niet fijn om te vertellen, want je gaat er heel anders naar kijken. Maar ja, die sombere kleuren horen daar ook echt bij. Ja. En dan vind ik het wel mooi om toch diepte erin te krijgen door de lagen in kleuren aan te brengen en ook een heldere vlakte te krijgen. Ja, want het springt er echt uit, die figuren. Ja. Hier zie ik dat je gebruik hebt gemaakt van die hele lange haren van de wol. Ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen bij vilt aan dit soort dingen denken, de vachtjes. Ja. En die maak ik ook wel af en toe, maar vind ik niet echt, is niet echt waar mijn ziel in zit, zeg maar.
Maar bij deze wilde ik een, daarom heb ik er ook een lijn op geschilderd. Dit is eigenlijk de verbeelding van een warme lijn. Dat klinkt een beetje gek. Okay, ja. Het was een opdracht die ik moest doen. En nou ja, dat was dan mijn uitkomst.